reclame maken. Voor mijn oude werkgever, ja. Reclame. Ja, zoals jullie dus hebben kunnen zien. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick. Yes, dat zijn wij. Het is vandaag alweer dinsdag 5 april 2022. En het is nu 20 voor 1. Dus 10 over half 1. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Helemaal goed. Dus wij zijn nu onderweg om even ergens naartoe te gaan. Een nieuwe winkel, hè schat? Ja, voor ons is hij nieuw, ja. Ja, voor ons wel. Dus, en ik wacht nog op een telefoontje van mijn arts. Maar voor de rest wensen wij jullie wel weer heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Hi! Goedemiddag! Ja, kijk. Niks lekkers voor mij vandaag. Nee. Helemaal niks lekkers hoor, maar nope. Helemaal niks. Helemaal niks lekkers voor mij. Nou, dan neem jij die toch lekker? Ja, nou, neem jij die toch lekker? Ja, is toch handig? Is toch leuk? 3,90 kost. Is toch leuk? Hoeveel? 3,90. Ja, toch. 6,15. Kilo, dat is 2,90 en prijs is 6,15. Ja, joehoe, ja. Is toch handig, is toch grappig, of niet? Is toch leuk? Rodi loopt dus nu achter me. Die gaat nu met de kar de rol. Wat op, ja. En ik ga alvast in de auto opengooien. Ja. Nou, en ik wacht dus nog steeds op het telefoontje van mijn arts, want ik ben zo beroerd als ik weet niet wat. Nou. En jullie zien het ook wel denk ik aan mijn gezicht. Ik ben echt te pijn. Nee, dat is niet fijn. Maar oké. En even lekker goed slapen zometeen. Hoop ik. Althans, hoop ik. En dan hoop ik dat het wel weer een beetje wegtrekt. Hoop ik. Yes. Yes, die is open. En dan die is ook open. Jee. Voilà, die jee. Ja, daar wacht ik wel. En die komt er nu ook al aan. Kijk. Zie maar, ik ook open. Ja. Dus daar gaan we even op wachten. Ja. Apcoa. Reclame maken. Voor mijn oude werkgever. Ja. Reclame. Ik heb hem ook vast. Oh, dat niet. Ik mag niks meer vasthouden en van rouw. Helemaal goud. Nou, nee. Als je, nee, ik bedoel, gewoon één hand. Nou. Nou. Ja, goed zo. Die rosjes en die zijn voor jou, hè? Lekker.
Ja, lieve mensen, zoals jullie ziet, lig ik dus al lekker op bed. Maar dat is niet omdat ik moe ben, maar omdat ik pijn heb. Ja, ik ga deze week nog eventjes een andere video eventjes uploaden. Maar dat komt deze week. Mocht je benieuwd zijn, ik zou zeggen, check hem even hier boven en anders van de week even boven. Maar nu ga ik even lekker slapen. Dan zie ik jullie vanavond nog even terug. Goed zo, schat. Kom maar. Ga mee? Kom maar. Ja, zo. Dat is beter, hè? Opgelucht of niet? Goed zo. Ja, zoals jullie dus hebben kunnen zien, is het laatste videootje van gisterenmiddag, avond. Dat ik op bed lag, maar ik voelde me gewoon echt niet lekker, te veel pijn. Dus ik heb gewoon besloten om mezelf de rust te geven. Ik heb mijn arts ook gesproken en die heeft mij een doorverwijzing gegeven naar een ander ziekenhuis. Maar daar kom ik even terug in een andere video over het dagboek van Agnes. En ja, het is vandaag dus woensdag 6 april. En ik ga zo nog even met Ro even lekker naar de mal. Ja. Dus ja, lekker. Dus dat gaan we nog even lekker doen. En wat ze hier nou doen is ook niet handig. Oversteken. Maar is niet handig. Omdat ik eraan kon lopen. Dan heb je dus daar mensen. Die dus gaan oversteken met de hond. Ja, helemaal goed. Maar is lekker zelf weten. Het zit niet echt nog lekker bij jou, schat. Nee, hè? Nee. Ik heb het in de gaten. Ga je mee? Dus nee, maar de pijn die komt gewoon terug. En ja, het is gewoon niet fijn. Ik heb twee pijnpunten. En nou ja, mocht je wat meer willen weten, ik zou zeggen, ga dan eventjes naar het dagboek Agnes. Die ga ik ook weer even updaten. Dus ja, helemaal goed, mensen. Echt. Hoop ik. Ja, nou zoek ik Ro, want ik was eventjes bij de groentafdeling. Ja. Maar nu zie ik Rodus nergens meer. Het maakt niet uit. Ik ga even kijken wat ze hebben. Dus even koekeloeren. Lijkt me handig. Ja. Yeah. Ja, ik zocht je al, lief. Maar je was hier alweer. Oké. Okay. Ik heb wat voor de dames gehaald, namelijk. Oh, je hebt al wat. Dat is mooi. Dat is fijn. Dat is zo mooi. Welke euro? Zwaard. Antikorten, oké, okay, zo. Ja, lekker toch? Goed. Voor de rest is het niet zoveel, hè? Nope. Dus dit, is dit. Roomjoghurt mag ik toch wel niet hebben. Even kijken. Er zit geen, en er zit geen ding bij, hoor je dat? Er zit geen melk in of zo. Maar ik ga hem niet doen. Er zit room in, dus. Dus ja. Kijk, Ro, kijk, hij is goed. Ja. Heb je alles? Ja. Hoeveel? 5,5 euro. Ja, nou, jij wel. Ik pas erg hier. Alleen ik moet nog wel even champignonnetjes hebben. Zometeen nog eventjes bij de groente. Ja, maar ik zocht jou eerst namelijk. Wat moet je hebben dan? Champions. Waar wou jij naartoe lopen dan? Die champions. Ja, omdat ik het nou net zeg, ja. Maar waar wou jij dan naartoe lopen dan? Voordat ik het zeg. In mijn graden nou, alleen wel met de bochten mee zeker, of niet? Nee, joh. Ook niet? Hè? Huh? Wat zijn nou? In mijn graden nou, ja. En dus, oké, okay, ja, en tegen de muur aan lopen. Hè? Huh? Lekker voor jou. Wat denk je? Dat, en dat ik de 10 euro even uit ga geven? Ja, maar de koekoek. Deze dus, hè, bedoel ik erover. Nou, nee. En nog in geen 100 jaar, zeg maar. Nee. Echt niet. In nog echt geen 100 jaar dat ik dat ga doen. Ik kan niet. Dat hij dat wil doen, moet hij lekker zelf weten. Champignons, die liggen daaronder. Soms veranderen hier nog wel eens dingen. Ja.
Alleen dat vat ik niet helemaal nog in mijn hoofd, zeg maar. Nee. Lief. Wat is handiger? Die is 1,15 en die is 1,70. Welke is handiger? Die grote? Dat is die. En die is 1,15. Welke is handiger? Die of die? Die? Mooi. Gaan we die pakken. Gaan we die pakken. Zo. Money, ja, precies, money, ja, had ik mijn money, ja. Yeah. Nou, en zoek de gouden paasei, ja. Yeah. Rodi vindt het helemaal geweldig. En ze zien er ongeveer zo uit, ja. De hoogte ervan en voor kinderen, dus Rodi is net al daar wezen zitten, maar... Alleen dat deze eieren die lijken een beetje op goud van een afstand. En nou is je koud zeker of weer? En nou is je koud zeker of niet? Droog. Hè? Droog. Ja. Zoek de gouden paasei, ja. Geen idee. Geen eiland. Geef je het op of niet? Geen tijd meer. Nee, dat dacht ik al. En geen tijd meer. Nee. Ga je het vertellen, lady? Dan niet. Dan niet. Dan lekker niet. Hij. Hij. Zo. Ik heb hier deze heb ik al aan. Maar ik moet even sowieso zometeen even... mijn bed gaan afhalen. En dan ga ik de zomer in het dekbed even doen. Want ik heb deze koffer mee. Die moet ik meenemen. Dus dat ga ik zo meteen lekker doen. En moest kijken wie er hier zo lekker lief ligt. Hé, meisje, ja. Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. En dan hebben we daar nog twee kooien. Die moet ik ook nog vandaag even doen. En nog even een beetje stofzuigen. Want daar ligt een hoop haar. Hier, daar. Loopt. Loopt. Ja hoor. Daar ligt een hoopje haar. Want ik heb eerder de middag. Heb ik namelijk. Oh, lekker leek. Je bent lekker aan het. Lekker. Lekker. Wat ik dus heb gedaan. Dat is hier lekker aan het kriebelen geweest. Er kwam heel veel haar hier los namelijk. Dus ja, dat heb ik even gedaan vandaag. Ja. En dan is mijn buurman even mee geweest naar de dierenvoederbank. Ook dat heb ik hier. Even de kattenbak even vandaag even schoonmaken. Dus ik heb nog wat te doen. En ook nog even eventjes een ander filmpje opnemen. Dus dat heb ik ook nog te doen. En ik heb nog mama ook aan de telefoon. En Mario is er. De kapster is er nog. Dus, en dan is een goede maat van mij bij mijn moeder geweest, yes, om radiatorfolie te doen achter haar radiator. Dus ja, lekker bezig! Ja, een hele goede avond, ja. Ik ga deze vlog lekker met jullie afsluiten. Ik heb onwijs veel pijn, maar dat hebben jullie al wel aan mij kunnen zien. Ik heb vanmorgen een mededeling. Maar daar kom ik morgen op terug. Maar heb ik ook net samen met Ro erover gehad. Ro die vond het ook een hele goeie. Maar daar kom ik inderdaad morgen op terug. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Vond je dit een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. En laat een leuke reactie achter. Doe het belletje aan. En dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe.